Geachte aanwezigen, beste gasten. Het is mij een grote eer en genoegen om u hartelijk welkom te mogen heten bij de opening van een vierdaags programma rondom de uitreiking van de Vrede van Nijmegen-penning. En u weet, u wordt dit jaar toegekend aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daarmee staan mensenrechten in die vier dagen deze hele week centraal. En vanavond zullen verschillende kunstenaars, journalisten, filosofen en natuurlijk ook wetenschappers hun licht laten schijnen op het thema grenzen. Onderwerpen die in deze tijd meer dan actueel zijn en die vragen om onze aandacht. Dat mensenrechten, dames en heren, belangrijk zijn, dat zal niemand betwisten. Je kunt ze als het startpunt voor een waardig bestaan beschouwen. En als dat waardig bestaan er niet is, als dat ontbreekt, dan is het een streven om die omstandigheden te verbeteren. Mensenrechten beschermen ons. Ze vormen wereldwijd het fundament voor beleid en wetgeving. En ze vormen natuurlijk, heel erg belangrijk, een basis voor kritiek en handelen wanneer ze niet worden nageleefd. En ze gelden zonder uitzondering voor ons allemaal. Dat is wat een mensenrecht altijd verenigt. Ze gelden voor elk mens. En raken daarmee ook aan de diepste kern van ons mens zijn. Als het goed is, zijn de geformuleerde mensenrechten eigenlijk de belangrijkste waarde die op elk mens van toepassing is. Maar wat laat die actualiteit, en niet alleen in 2017, maar eigenlijk ons altijd zien? De rechten die ons zonder uitzondering gelijkwaardig maken, hebben in vele opzichten een relatief karakter. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Wat is het als het mensenrecht van de een in het geding komt door het mensenrecht van de ander? Terwijl we kleding uit plastic zakken halen en op maat sorteren, vertelt Moena me dat ze al 3 maanden en 7 dagen onderweg is. Samen met haar vader en haar broer doorkruisten ze 9 landen en van de helft had ze 1 jaar geleden nog nooit gehoord. Ze liet een geboorteland achter dat ze nooit meer zal terugvinden zoals ze het zich herinnert. Maar Moena kijkt niet graag achterom, zegt ze. Liever kijkt ze vooruit. Ze vertelt me dat ze dokter zou willen worden, kinderarts het liefst. Ze droomt van een licht appartement in het centrum van een grote stad, van nieuwe vrienden met wie ze naar de bioscoop kan gaan, want ze houdt van spannende films. Ze kijkt uit naar een plek die ze thuis kan noemen. De afgelopen maanden staken 100.000 vluchtelingen de grenzen van hun thuisland over. En ze ondernamen vaak barre en bizarre tochten door voor hen vreemde landen. Overal in Europa werd geprobeerd hen op een zo humaan mogelijke manier op te vangen. Of niet. Ook in Nederland, ook in Nijmegen werd hulp geboden. Er is altijd plek in de herberg, heb ik vaker gezegd. Zeker voor mensen in nood. En velen hebben zich ook ingezet om het lot van vluchtelingen te verlichten. Hulp bieden mensen die het moeilijk hebben, dames en heren, draagt een vanzelfsprekendheid met zich mee. Maar wat nu als die herberg toch vol raakt en misschien wel overvol raakt en de extra bedden op zijn? Wat als het dak van de herberg lekt en er geen geld is om het te repareren? En wat als de herbergiers handen tekort hebben en de druk nauwelijks aankunnen? Hulp, hoe gemeend ook, kent ook zijn beperkingen. Ook een oplossing heeft grenzen. Tijdens de maandelijkse buurtborrel zegt mijn overbuurman Tim dat hij zich zorgen maakt. Voel je niet dat er iets verschuift, vraagt hij me. Er is een verandering op komst waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Tim is bang dat er te veel verandert. Dat hij op den duur iets van zijn vrijheid, zijn cultuur, zijn identiteit in moet leveren en dat wil hij niet. Moeten we hulp bieden, ook als het ten koste gaat van onszelf, vraagt hij zich af. En waarom worden er miljoenen uitgetrokken om problemen op te lossen die zich duizenden kilometers verderop afspelen? Hier in ons land zijn er ook voldoende mensen die in armoede leven, die geen huis hebben of geen werk kunnen vinden. We willen voor 10.000 mensen extra zorgen, maar wie zorgt er nu eigenlijk voor mij? Hoe kom je daar nu uit? Mensenrechten gelden voor iedereen, zowel voor de mensen die vluchten als voor de mensen die hen opvangen. En met het hebben van die rechten komt ook de verantwoordelijkheid om te zoeken naar een goede balans. Moena's stem is even belangrijk als die van Tim, maar bestaat geen pasklare oplossing om aan beide stemmen evenveel gehoor te geven. En het zal ook niet 1 oplossing zijn, het zullen er meerdere zijn. Op verschillende niveaus, verschillende plekken, op lange, korte termijn, micro-macroniveau. De verantwoordelijkheid om naar die oplossingen toe te bewegen, die dragen echter wel allemaal. Als individu en als gemeenschap, als overheid en als burger. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Lotte Lentes. Ik ben 26 jaar oud. Ik ben een vrouw. Ik
Ik heb een universitair diploma, ik ben blank. En ik zie beelden op televisie, ik lees mijn Twitter-tijdlijn, opiniepagina's in de kranten. Ik luister naar gesprekken waarin de gemoederen hoog oplopen. Ik spreek mensen die het eigenlijk allemaal niet zo heel veel schelen kan. Ik blijf tot diep in de nacht op om de Amerikaanse verkiezingen te kijken, omdat ik weet dat de uitslag bepalend zal zijn. Maar wat er dan precies bepaald wordt, dat kan niemand mij vertellen. Soms denk ik, ik heb te weinig verstand om er iets van te mogen vinden. Soms denk ik, wat doet verstand ertoe en waarom wil ik er per se iets van vinden? Ik moet iets doen. Ik voel me daadkrachtig, maar ik weet soms gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Dames en heren, het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen die op lange of op korte termijn zullen ingrijpen op ons dagelijks leven, begint denk ik met een beweging. Letterlijk of figuurlijk het gesprek aangaan met onszelf en de ander. Elkaars stem onderkennen. Een gesprek aangaan waarin zaken worden afgewogen, waarin de nuance wordt opgezocht, waarin een uitwisseling plaatsvindt. En ook het relatieve karakter van mensenrechten en de ongelooflijke complexiteit van het vluchtelingenvraagstuk vragen om een dialoog waarin niemand ongehoord blijft. Op afstand veroordelen of oordelen, daar los je echt niets mee op. En de Vrede van Nijmegen Penning geeft ons een mooie gelegenheid om dat gesprek en die uitwisseling voor te zetten. En ik hoop dat we daar vanavond op deze plekken met elkaar echt invulling aan kunnen geven. Maar voordat we beginnen wil ik een dankwoord uitspreken aan Lotte Lentes. Geef haar een geweldig applaus. Ik mag haar schrijfster noemen. Ze is verbonden aan de Wintertuin in onze eigen stad. Ons prachtig podium waar gewerkt wordt in literatuur. En ook mensen literatuur en beginselen nog wat meer bijgeschreven hebben. En voor mij was dit een unieke opening. Want ik heb het nog nooit in duo vorm gedaan als uw burgemeester. En ik heb met Lotte afgesproken. Als dit goed bevalt, dan gaan we op tournee. Ik wens u een prachtige avond. Dank u wel. Dames en heren, ik ga, hoe kan ik nou nog over deze prachtige opening heen gaan? Ik wil graag nogmaals Lotte Lentes en onze burgemeester Bruls hartelijk bedanken voor deze prachtige poëtische opening. En daar hadden we er nog een, hele mooie poëtische opening van deze avond. Over de grens. We gaan het over grenzen hebben. Mijn naam is Lisa Doeland, ik werk bij Radboud Reflect. Ik ben de moderator vanavond en ik ga u kort iets vertellen over het programma dat wij hebben samengesteld. Het is een programma van Radboud Reflex en Lux. In het kader, zoals al gezegd, van de uitreiking van de Vrede van Nijmegen Penning. Die in handen ligt van de gemeente Nijmegen, van de Radboud Universiteit, van NXP. En die wordt ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ook mede mogelijk is gemaakt door de Stichting Democratie en Media, door Vluchtelingenwerk Nederland en door Europe Direct Nijmegen. Dus die zijn er allemaal bij betrokken geweest, in ieder geval bij het vierdaagse programma ook, waar dit de opening van is. Wij keken naar The Island of All Together, een korte documentaire, of in ieder geval het begin daarvan, van Marieke van der Velde en Philip Brink. Wij gaan door deze avond heen uiteindelijk deze korte documentaire in zijn geheel kijken. Dus we hebben nu net het begin ervan gezien. Wie komen er vanavond spreken? In de aankondiging werd Ashley Terlouw ook genoemd. Zij kan helaas niet aanwezig zijn vanavond, maar we zijn erg blij dat Tineke Strik haar, met name vanwege de korte termijn, ook heeft kunnen vervangen. Tineke Strik die, is universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit en Eerste Kamerlid voor GroenLinks. En zij zal een lezing houden, een korte lezing, over het Mensenrechtenverdrag, dat misschien wel een levend verdrag moet zijn in het licht van de verschuivende grenzen, of van wat er nu allemaal aan de hand is met wat Fort Europa wordt genoemd en daarbuiten. Wij hebben een muzikaal intermezzo. Dat zal verzorgd worden door twee Syrische vluchtelingen die sinds kort in Nederland wonen, die ook Hummus Uuroord hebben gewoond. Dat zijn Jaber Fayad en Selma Fayad, broer en zus. Zij zullen komen spelen vlak voor de pauze en ook tijdens de pauze. Wij hebben
ook nog een eregast, denk ik, vanavond, moeten we hem noemen. Egbert Meijer, oud-rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dat is de aanleiding, dat is de reden dat wij hier vanavond zijn, deze dagen daarmee bezig zijn, om stil te staan bij het belang van dit Europese Hof. Gedurende de avond zullen jullie foto's zien voorbij komen. Deze zijn van Marieke van der Velde en ook van Mohamed Abdelaziz. De foto's van Mohamed Abdelaziz zijn ook nog te zien in de tentoonstelling hier in het gemeentearchief. Dus als u een deze dagen tijd heeft, dan kunt u nog meer van zijn foto's daar gaan bekijken. Maar dan vergeet ik nog iemand, of ik vergeet helemaal niet iemand. Want eerst hebben wij hier Rob Wijnberg uitgenodigd, journalist en filosoof, oprichter van journalistiek platform De Correspondent, om ook iets over grenzen te komen vertellen. En volgens mij, Rob, wat jou betreft, kunnen we die maar beter opdoeken. Ik geef je graag het woord. Hartelijk applaus. Ik ben hier naartoe gehaald. Misschien heeft dat te maken met het feit dat op mijn visitekaartje het woord filosoof staat. Met een werkelijk totaal onmogelijke vraag. De vraag was, kan je een antwoord formuleren op de vraag, waarom hebben we grenzen? En ik verdiep me al wat langer in deze materie. En hoe langer ik me erin verdiep, hoe minder ik een antwoord heb. Dat is een bekend fenomeen. Hè? Ik bedoel, Socrates zei 2000 jaar geleden al, hoe meer je weet dat je niks weet. En dat geldt voor dit onderwerp absoluut. Oh ja, zeiden ze, je hebt een half uur. En beantwoord dan ook nog even de vraag, kunnen we zonder? Ik ga een poging wagen. En die poging die is natuurlijk eigenlijk overschaduwd door, toen deze vraag mij werd gesteld, was het nog pre-Trump tijdperk. Dus was het ook helemaal niet zo reëel nog. En zeker als je naar al die mislukte peilingen in die tijd nog keek, was het helemaal niet reëel dat grenzen opeens weer een heel belangrijk acuut thema gingen worden. Omdat we nu een president hebben die als belangrijkste belofte aan zijn kiezers heeft gedaan een muur te bouwen tussen zijn Verenigde Staten en Mexico. Ook de grens wil sluiten voor mensen met een bepaalde religie, discriminatie op religie aan de grens. En nu is Europa inmiddels al in crisisberaad. Wat moeten wij met deze man? Dus dat zal er wel. Dat fenomeen kun je niet benoemen in deze avond. Het zou een misverstand zijn om te denken dat dit nieuw is. Dus dat het hele fenomeen Trump en de onvrede die daaronder zit en de gevolgen die dat mogelijk heeft, meer grenzen tussen mensen, meer scheidingen tussen mensen, dat iets van heel recent is. Je kunt heel ver teruggaan, maar in ieder geval de afgelopen 15 jaar is een onvoorstelbaar fenomeen heeft zich gemanifesteerd, namelijk dat er meer grenzen in de wereld bij zijn gekomen dan in alle menselijke geschiedenis ervoor. Er zijn meer muren, letterlijke fysieke muren gebouwd in 14 jaar tijd, tussen landen, meestal arm en rijk, dan in alle historie daarvoor. En we hebben het heel vaak over, we leven in een tijdperk van globalisering. Grenzen verdwijnen. Kijk maar naar ons eigen Europa. Daar zijn steeds minder grenzen. We kunnen vrij reizen als je het juiste paspoort hebt. Kapitaal gaat alle kanten op over de wereld. Informatie is vrijer dan ooit. Een Keniaan met een smartphone heeft meer informatie tot zijn beschikking dan de president van de Verenigde Staten in de jaren 90. Er zijn ongelooflijk veel grenzen eigenlijk tussen ons verdwenen. Wat allemaal onder de noemer globalisering te boek staat. Maar tegelijkertijd zijn er dus veel meer grenzen bijgekomen dan ooit. En zijn er ook steeds meer scheidingen, of je zou kunnen zeggen virtuele muren, tussen groepen mensen dan ooit. Die paradox die is fascinerend. En volgens mij zit in die paradox een verklaring voor waarom er überhaupt grenzen zijn. Nou kun je hele simpele antwoorden geven op die vraag. Gewoon als we het hebben over landsgrenzen bijvoorbeeld, dan kun je gewoon voor minstens de helft van de grenzen zeggen, die zijn er omdat we die gewoon getrokken hebben.
het Midden-Oosten, als je de kaart van het Midden-Oosten bekijkt, het gros van die grenzen zijn gewoon Britse en Franse pennenstreken. Kolonialisme, hier is de grens, maakt ons niet uit wie daar woonde, welke groepen er allemaal zaten. Daar trekken we een lijn en dat noemen we de grens. Het verklaart voor een heel groot deel nog steeds al die conflicten en tribale oorlogen die je daar nu nog steeds hebt. Voor Afrika geldt voor een heel groot deel ook hetzelfde. En er is nog een heel simpel antwoord, grenzen waren er al. Hè? Dus de oceaan is een hele natuurlijke grens, de rivier is een hele natuurlijke grens, gebergtes, et cetera. Dus je zou in zekere zin heel makkelijk kunnen zeggen, veel grenzen waren er al van nature en de grenzen die erbij zijn gekomen, die hebben we gewoon bedacht en geïnstalleerd. Dat zijn de makkelijke antwoorden en dat zijn ook wel theorieën die niet afdoende zijn. Voor de rest is er geen enkele consensus eigenlijk over hoe wij aan grenzen zijn gekomen, waar die zijn begonnen, waar die uit voortkomen, wat de redenen ervoor zijn. Er zijn wel heel veel theorieën en de interessantste theorieën vind ik, want dat komt natuurlijk door mijn werk als journalist, hebben heel veel met de media te maken. Er zijn zelfs theorieën die zeggen, nazistaten zijn een product van kranten, van het moment waarop mensen op een massale schaal het idee konden krijgen dat ze behoorden tot één nationale groep. En die bevolking was min of meer afgebakend door zover de krant kon reiken, eigenlijk als het ware. Dat zou overigens betekenen dat nu wij het internet hebben, dat veel minder het geval moet zijn. Maar dat is nou juist niet waar. Het nationalisme, het provincialisme, de natiestaat is eigenlijk, wordt steeds belangrijker. Terwijl onze informatie steeds verder reikt. Vreemd. Wat zijn grenzen dan wel en hoe komen we eraan? Eén rode draad die ik in zo'n beetje alle literatuur vond, is dat er altijd wel ergens een psychologische verklaring wordt gegeven. Er zijn heel veel theorieën over globalisering en het ontstaan of verdwijnen ook weer van grenzen, die uiteindelijk terug te voeren zijn op psychologie. Massapsychologie, groepsidentiteiten, dat soort zaken. En om dat een beetje uit de doeken te doen, wil ik eigenlijk een paar stappen zetten. En met het verzoek, blijf bij me. Want het zijn geen makkelijke stappen, het is ook geen makkelijke vraag. Maar ik ga proberen het zo helder mogelijk uit te leggen. Volgens mij moeten we helemaal beginnen aan het begin van de mensheid. Hoe kan het eigenlijk dat de mens zo dominant geworden is op deze planeet? Er is een tijd geweest waarin wij helemaal niet waren. Of waarin we, laten we zeggen, gewoon nog in de voedselketen zaten. En daar zijn we op de een of andere manier uitgeraakt. En niet alleen dat, we zijn alles gaan domineren. We zijn het meest succesvolle diersoort die deze planeet ooit gezien heeft. We zijn explosief gegroeid in aantal. En eigenlijk bedreigt ons verder helemaal niets, behalve wij zelf. We eten alles, maar niemand eet ons. Hoe kan dat? Eén theorie die ik heel aannemelijk vind, is dat een van de meest onderscheidende eigenschappen van de menselijke soort is dat we meer samenwerken, op een grotere schaal samenwerken dan welk andere dier dan ook. Als je kijkt naar zo'n beetje alle diersoorten in de wereld, dan heb je een magisch getal, Dunbar's number, dat is 150. De meeste soorten komen niet verder dan verbanden tussen 150 exemplaren van hun eigen soort. Dat is zo'n beetje hun persoonlijke groep waar ze bij horen. Soms zijn ze 10, soms zijn ze 100, maar niet veel groter dan 150. En de samenwerking tussen die soorten, exemplaren van één soort, beperkt zich ook tot die groep. Dus laten we even heel simpel zeggen. Evolutiebioloog Matt Ridley die zegt, waarom hebben wij een iPhone? En een chimpansee zit nog steeds met zijn steen op de walnoot. Omdat wij op een veel grotere schaal kennis en arbeid uitwisselden. En dus veel collectievere samenwerkingsverbanden konden ontplooien. Die als je ze optelt tot
alles wat we om ons heen zien hebben geleid. Tot de cultuur, tot de steden, tot de landbouw, tot al, enzovoort. Dat had nooit alleen gekund. Om even een voorbeeldje van die samenwerking, dat vind ik het geestigste voorbeeldje van die samenwerking te geven. Hoeveel mensen zijn er nodig voor het maken van een potlood? Gewoon een simpel potlood, hout, koolstof erin, gummetje aan het einde. Wat is daarvoor nodig? Hoeveel mensen heb je nodig om dat te maken? Nou, iemand een gooi? Roep eens wat. Niemand? Hoeveel? 500. Nog iemand? Meer? 8. Nou, de man die dit voorbeeld in het leven riep, zei honderden en honderden en honderden miljoenen. En zijn theorie was als volgt. Als je hout wil kappen, heb je een bijl nodig. Als je bijl nodig wil hebben, dan heb je ijzer nodig. Als je ijzer nodig hebt, heb je staal nodig, moet je ijzer smelten. Als je ijzer wil smelten, moet je een ijzerfabriek hebben. Voor een ijzerfabriek heb je elektriciteitsnetwerken nodig. Voor een elektriciteitsnetwerk heb je infrastructuur nodig, et cetera, et cetera, et cetera. Eigenlijk zijn we allemaal één grote keten van collega's. Als ik een taxi bestel, dan zou je zeggen, nou, dan heb je één persoon nodig, namelijk die taxichauffeur. Maar voordat er een auto is gebouwd en voordat er brandstof is geleverd en voordat er een weg is om overheen te rijden, is er geen taxi mogelijk als al die miljoenen mensen in die kleine schakeltjes niet één hele kleine minuscule bijdrage hebben geleverd aan het geheel. Er is een heel leuk voorbeeldje op YouTube te vinden van een man die heeft geprobeerd, misschien kennen jullie dat, zijn eigen tosti-ijzer of zijn eigen broodrooster te bouwen. Dat is hem niet gelukt, het heeft hem 10.000 euro's gekost. Het ding ging stuk toen hij hem in de stopcontact deed. En dat ding kan je voor 10 euro in de winkel krijgen. Hoe kan dat? Omdat er miljoenen mensen een minuscule bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van dat ding. Hoe kan het dat wij dat wel doen en alle andere dieren niet? Er zijn heel veel factoren spelen een rol, maar ik wil er één uitlichten. Dat is namelijk dat wij groepsidentiteiten kennen die veel verder strekken dan de mensen die we kennen. Dus wij kunnen ons verbonden voelen met mensen die niet tot onze directe omgeving behoren. En dat is eigenlijk uniek in de wereld. Hoe kan dat? Omdat wij, en dat is onlangs een geweldig boek over verschenen van de Israëlische filosoof Harari, omdat wij collectieve mythes en illusies hebben. We hebben ideeën, zoals religies of politieke ideologieën of ideeën van naties of kleinere ideeën, zoals een voetbalclub waar ik voor ben of een etniciteit die ik heb, waartoe wij ons rekenen en waardoor wij ons identificeren met heel veel meer mensen dan we kennen. Dus als ik naar het buitenland ga, dan voel ik me opeens Nederlander. En wat is dat dan? Ja, dat is eigenlijk niet te definiëren. Het is een concept of een idee, of een illusie, dat ik iets gemeen heb met die toevallige vierkante meters op deze aarde. En deze illusies zijn superkrachtig. En, zegt Harari erbij, het zijn niet de beste illusies die altijd winnen. Dus laten we zeggen, het is niet de beste verklaring voor hoe dingen werken of hetgene waar we de meeste mensen zich toe aangetrokken voelen, die uiteindelijk overleeft. En ze gaan ook weer weg, die illusies. Dus bijvoorbeeld het communisme heeft heel lang als een soort overkoepelende vlag gefunctioneerd waar massa's mensen zich verbonden mee voelden, waar ze de dood voor lieten. Waar ze voor gevochten hebben. En het is ingestort. En Harari vraagt zich af, hoe kan dat? Nou, een van de zijn meest simpele basale verklaringen, het werd niet meer geloofd. Geld is ook zo'n illusie. En zodra wij niet geloven dat het waard is wat we zeggen dat het waard is, stort het in. Dat zeg je bij de financiële crisis. En zodra we weer wel geloven dat die illusie iets betekent tussen ons, dan is dat verband opeens weer hersteld. Die illusies delen ons in groepen. En we verbinden ons meer met de ene dan met de andere illusie. En nou is er onderzoek gedaan naar hoe die groepsidentiteiten hoe die sterker of zwakker worden. Een beroemde Poolse socioloog, Tafel, die heeft onderzocht hoe groepsidentiteiten ontstaan
en waarom sommigen sterker worden gevoeld dan anderen. En zijn conclusie is, een groepsidentiteit wordt sterker gevoeld naarmate de tegenstelling met een andere tegengestelde groep groter wordt. Dus hoe sterker ik mij afzet tegen een andere groep, hoe meer ik mij lid voel van de ene groep. Laten we zeggen, ik voel mij meer en meer Ajaxiet, omdat er Feyenoorders zijn. Ik voel me meer Nederlander of Westerling als er iets anders is waar dat tegenover staat. De Arabische wereld of islam of zoiets. Dus de tegenpolen of polarisatie tussen verschillende groepsidentiteiten maken die groepsidentiteiten sterker. Daarom is overigens ook humanisme nooit echt zo'n geweldige bron geweest voor collectieve actie. Want het is een gedachtegoed dat zich probeert juist af te zetten tegen het idee dat mensen in groepen moeten worden ingedeeld. Dus er is niks om tegen te zijn. Europa leidt zelf als collectieve identiteit ook een beetje aan dat probleem. We hebben niet echt hele duidelijke tegenstanders. Ze proberen het wel, hè, dus het Midden-Oosten of Amerika of het grootbedrijf of enzovoort. Maar ze zijn niet sterk genoeg. Er is te weinig conflict en oorlog met Europa als geheel om Europa als identiteit waar te maken. Oké, dus samenvattend, we kunnen onze eigen groep overstijgen met mythes. En die mythes worden sterker als de tegenstelling met andere groepen en andere mythes groter wordt. Nou komt globalisering om de hoek kijken. En wat is globalisering eigenlijk? Je hebt duizenden definities. Maar één definitie vond ik heel interessant. Dat is eigenlijk een soort psychologische definitie van Heidegger. Heidegger zegt, globalisering, Martin Heidegger, Duitse filosoof, die zegt globalisering is, hij noemde het trouwens nog niet zo, het woord was er niet, maar bedoelde het concept wat wij globalisering zijn gaan noemen, het verdwijnen van afstand en tijd. Nou, dat kan alleen maar psychologisch bedoeld zijn, het verdwijnen van afstand en tijd, want afstand en tijd verdwijnt niet. De aarde doet er nog steeds even lang over om een rondje te draaien als 7 miljard jaar geleden. En de tijd gaat niet sneller of zo. En China ligt nog steeds even ver van Nederland als 7 miljard jaar geleden. Dus niet, de afstand is niet letterlijk verdwenen. Maar de relatieve afstand, de afstand die we ervaren, wel. Dus het kost minder tijd voor ons om van Nederland naar China te gaan. Of het kost minder tijd om voor informatie om de oceaan over te gaan. Dus psychologisch, relatief, is de wereld steeds kleiner geworden. We verhouden ons tot steeds meer wereld. Vroeger dan verhield je je tot misschien je dorp of je kerkelijke gemeenschap of je familie. En langzaam is dat steeds groter geworden. Op een gegeven moment verhield je je tot je land. En nu verhouden we ons steeds meer tot bijna de hele wereld. Die hele wereld komt de hele dag bij ons binnen op allerlei manieren. De digitalisering heeft er natuurlijk een enorme rol in gespeeld. Nieuwsmedia in zijn algemeenheid hebben daar een enorme rol in gespeeld. En de rol van die nieuwsmedia is bijna niet te onderschatten. Want dat is zo ongeveer de relatie die we met de buitenwereld hebben. Onze ervaringsomgeving is nog steeds zoals die was. Maar de buitenwereld krijgen we via al onze mediakanalen binnen. Dat verklaart ook overigens waarom 80% van de Nederlanders super tevreden is, zeer tevreden is, over het eigen persoonlijke leven. En diezelfde 80% super bezorgd is over de maatschappij als geheel. Wat een hele rare contradictie is, omdat dat leven natuurlijk, dat geweldige leven, plaatsvindt in de samenleving waar ze zoveel ellende zien. Het verschil daartussen moet wel zijn de perceptie van die samenleving middels de media die we consumeren. Globalisering maakt de wereld kleiner. En dat maakt aan de ene kant, dan heb je weer een paradoxale situatie, aan de ene kant onze groepsidentiteiten vloeibaarder. Want het is niet meer helemaal duidelijk waartoe je behoort. Bij welke groep je hoort. Je zou kunnen zeggen, even heel plat gezegd, simpel, was het vroeger simpel. Je behoorde tot die zuil en die kerk en die partij en die krant en die politieke overtuiging en die priester en die familie en dat was het.
En dat veranderde ook niet. Nu is daar bijna geen pijl meer op te trekken. Je kunt bij wijze van spreken geen stijl lezen en links zijn en op de PVV stemmen, maar progressieve verandering willen. Er is geen duidelijke verbindende factor tussen de groepen. En dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de wereld om ons heen steeds ruimer is geworden. Tegelijkertijd zie je het omgekeerde effect, dat we steeds meer behoefte hebben aan het definiëren van waar we dan wel bij horen. Dat is eigenlijk natuurlijk gewoon een antwoord op globalisering, zou je kunnen zeggen, op die groter wordende ruimte. Dus als de wereld steeds groter wordt waar je je toe moet verhouden, dan heb je ook steeds meer houvast nodig. Wat bepaalt mij? Waar wil ik heen? Wat geeft mij richting in het leven? Het is een soort zingevingsproces. En dan zie je natuurlijk een enorme kloof in de reactie daarop tussen bepaalde groepen mensen. Dat is dan de aloude theorie van je hebt de winnaars van de globalisering en de verliezers van de globalisering. En die verliezers van de globalisering die hebben het idee dat de globalisering voornamelijk bestaat uit bedreigingen. Mensen die hun baan inpikken, vluchtelingen die hier huizen komen bezetten. Terroristen die het land inkomen om ons op te blazen, et cetera, et cetera. Die voelen zich sneller bedreigd door de ontwikkelingen die zij buiten hun eigen persoonlijke levenssfeer omzien. En dan heb je de winnaars en die varen wel bij, als het ware, de globalisering. Die kunnen, hebben meer plek om te gaan werken, kunnen meer geld verdienen, dat soort zaken. Dus het is Joris Luijendijk zei me ooit, er is een hele rare wrange ironie tussen het feit dat linkse progressieve mensen die pleiten voor minder grenzen of voor open grenzen, iets fundamenteel gemeen hebben met neoliberale CEO's van bankiers op Wall Street die precies hetzelfde willen. Want ze hebben allebei baat bij minder grenzen. Maar ze bedoelen het om hele andere redenen. Die globalisering creëert dus grotere tegenstellingen, zou je kunnen zeggen. Tussen mensen die iets hebben en niet iets hebben. Wat dat betreft kunnen we niet onderschatten hoe gigantisch die tegenstellingen zijn geworden. Als je er met een beetje nuchtere blik naar kijkt, dan leven we in een volstrekt feodaal tijdperk. Feodaal in de zin dat de kloof tussen arm en rijk, tussen mensen die iets kunnen maken van hun leven en niet. Mensen die moeten vluchten uit pure ellende en mensen die niet willen dat ze komen. Die is gigantisch toegenomen. We zijn nog nooit zoveel rijker geworden in de afgelopen 30 jaar. Er is meer welvaart en kapitaal gegenereerd in de afgelopen 30 jaar dan in alle tijd ervoor. Maar de verdeling daarvan is nog nooit zo scheef geweest. Zelfs niet zo scheef als in gewoon het feodale tijdperk waarin de adel alles had en de slaaf niks. De vergelijkbare scheefheid. Dat maakte natuurlijk dat boek van Piketty zo urgent. Die kloof is gigantisch. En die tegenstellingen die zijn dus als het ware de voedingsbodem van hele sterke opspelende groepsidentiteiten. En die groepsidentiteiten geven eigenlijk een soort van de wens tot grenzen. En die grenzen zijn soms fysiek, maar ook niet fysiek. We trekken veel meer grenzen dan alleen maar landsgrenzen tussen elkaar. We trekken grenzen in bij wie we horen, wie welke rechten heeft, wie iets mag of niet. Je hebt de hele datarevolutie is daar ook een onderdeel van. En dus middels data worden mensen in allerlei categorieën en groepen geplaatst. En op basis daarvan worden hun rechten bepaald. Dus bijvoorbeeld, het zou heel goed kunnen dat over een paar jaar jij tot de categorie ongezonde levensstijl roker behoort en dus geen recht meer hebt op een zorgverzekering. Ongetwijfeld gaat dat gebeuren. Of je behoort tot de categorie wit, geprivilegeerd, rijk, kan zich veroorloven naar een sportschool te gaan en gezond te eten en dat jij korting krijgt. Dat zijn ook grenzen, virtuele grenzen zou je kunnen zeggen, die we voortdurend maken tussen mensen. De noodzaak daarvan wordt alleen maar groter naarmate de tegenstellingen in de wereld groeien.
En die tegenstellingen groeien wereldwijd, maar ook onderling. Dus de economische en sociaal-economische ongelijkheid binnen landen groeit en tussen landen. Amerika is natuurlijk het meest fantastische voorbeeld. Er is bijna geen bij herhaling heb ik de Verenigde Staten, ik ben zelf overigens half Amerikaan, kom er graag. Mijn vader is er geboren. Ik zie de prachtige kanten van het land. Maar het is feitelijk een steenrijk derde wereldland. Er is bijna niets over van de mythes die Amerika zichzelf en de wereld al 50, 60 jaar vertelt. Over de Amerikaanse droom. Dat je, als je maar hard genoeg werkt, dat je dan kan worden wat je wil. Volstrekte nonsens. Sociale mobiliteit in Amerika is lager dan in elk ander westers land. Als jij arm geboren wordt, dan is de kans dat je arm blijft gigantisch. Als je zwart bent en arm bent, is de kans bijna nihil dat je iets wordt. Nergens is de ongelijkheid zo groot als in Amerika. Nergens zijn er zoveel mensen in de gevangenis per hoofd van de bevolking als in Amerika. Er is geen land met zoveel wapens per hoofd van de bevolking als in Amerika. 112 per 100 inwoners aan wapens. Er zijn ook nergens zoveel moorden op dagelijkse basis als in Amerika. Nou, ik kan dit lijstje eindeloos door blijven gaan. Bijvoorbeeld, er zijn 50 miljoen Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen in hun levensonderhoud. Er zijn 45 miljoen Amerikanen die één of meerdere banen hebben en toch arm zijn. Gaat maar door. En als je dan afvraagt van hoe kan het in godsnaam dat Donald Trump met al zijn rare retoriek en zijn uithalen, zijn beledigingen en zijn xenofobie en zijn seksisme enzovoort wint, dan is het eigenlijk omdat hij eigenlijk maar één onderliggende boodschap had. Alles wordt anders. Hoe, dat weet niemand. Maar alles wordt anders. En mensen wisten één ding zeker. Met Hillary Clinton bleef alles zo ongeveer zoals het is. Vlees geworden, status quo. Misschien een heel klein beetje meer herverdeling. Misschien niet eens. De kloof tussen rijk en arm in Amerika is gegroeid onder 8 jaar Obama. Dus daar hadden ze ook geen vertrouwen in. En dat Obama de hele tijd blijft herhalen, stem op Hillary Clinton, want dan kunnen we voortzetten wat we doen, was voor het gros van de mensen de reden om niet op Hillary Clinton te stemmen. Het grote probleem is alleen dat de oplossing die hier nu in het verschiet ligt, natuurlijk geen oplossing is. Het is een rampzalige richting waar alle mensen die nu hopen dat het anders wordt, en het gaat anders worden, teleurgesteld van terug gaan komen. Want het is überhaupt natuurlijk verschrikkelijk ironisch. Het is bijna cartoonesk ironisch dat de man die zegt de elite uit de weg te ruimen om de status quo te veranderen, een man is die 3,5 miljard dollar op de bankrekening heeft en woont in een toren van 24 verdiepingen met zijn eigen naam erop en letterlijk zit in een kantoor met een gouden stoel. Dat is natuurlijk al überhaupt ironisch en er is geen grotere profiteur van het systeem zoals dat bestaat, er zijn talloze voorbeelden van langsgekomen in die debatten, dan Donald Trump. Dus de kans dat hij ook maar iets gaat betekenen aan de verandering hiervan, is nihil. De enige verandering die ik in het verschiet leer, zijn de veranderingen waar hij van profiteert. Het verbaast me overigens ook niet dat hij zo hamert op dingen waar hij direct profijt van heeft. Hij is een vastgoedondernemer. En wat gaat hij doen? Een muur bouwen. Hij zegt ook, niemand bouwt betere muren dan ik. Logisch. Het zou me niks verbazen als hij het uitbesteedt aan zijn eigen bedrijf. Hij gaat de belastingen, dat is openlijk bekend, hij gaat de belastingen op de allerhoogste categorie inkomens verlagen. En waarom hij zo goed weet waarom mensen een hekel hebben aan Mexicanen die de banen komen inpikken, is omdat hij zijn hele imperium heeft gebouwd op Mexicanen die banen gaf. En dan ziet hij de woede die dat met zich meebrengt, recht onder zijn ogen.
Dus hij snapt wel wat het probleem is, maar ik denk niet dat hij de intentie heeft om er iets aan te doen. En dan zijn we aanbeland zo'n beetje bij de vragen, kunnen we ook zonder grenzen? Ja, dat kan wel. Sterker nog, het is een heel goed idee. Een wereld zonder grenzen is zo'n beetje voor elke parameter die je erop loslaat een vooruitgang. Het maakt ons veel rijker dan we nu zijn, als de grenzen weg waren. Het maakt ons veel vrijer dan we nu zijn. Overigens moet je je voorstellen dat vrijheid echt een extreem relatief begrip is. Bijvoorbeeld, we hebben het over massa-immigratie. Daar is helemaal geen sprake van. Want ongeveer 2% van de wereld sterft niet waar die geboren is. 98% sterft gewoon op precies dezelfde plek waar die ter wereld kwam. Dus massa-immigratie, dat is een volstrekt misleidende term. Maar we kunnen naar een andere wereld, maar dan moeten we allereerst beginnen met een systeem op te bouwen die die tegenstellingen, die kloof tussen al die groepen mensen, die krampachtig zitten zoeken naar een groepsidentiteit die hen verenigt en die hen afzet tegen een ander, om die te verkleinen. Dus zolang we niks doen aan economische ongelijkheid, zolang we niks doen aan sociale ongelijkheid, zolang we niks doen aan het feit dat als je in Nederland geboren wordt, dat je dan een totaal andere toekomst tegemoet gaat dan als je een land 2000 kilometer verderop geboren wordt. Als we daar niks aan doen, dan zullen die grenzen die ons uit elkaar houdt en die deze ongelijke situatie eigenlijk bestendigen, alleen maar toenemen. Er is geen simpel, formulematig antwoord op hoe dat te doen. Maar ik denk wel dat het iets te maken heeft met positieve, progressieve alternatieven bieden als antwoord op de problemen die iedereen kan zien. Want dat is eigenlijk, als je iets wil leren van Donald Trump, dan is het dat hij heeft geen goed antwoord, maar hij heeft wel een antwoord. Hij zegt, zet een muur neer, doe de moslims eruit en we gaan de infrastructuur opnieuw opbouwen. Het gaat niet werken, het is duidelijk en het is een antwoord. Het alternatief zei eigenlijk niks anders dan, kies mij, want anders wordt het Trump. En dat zie je hier overigens ook. En we gaan precies dezelfde kant op. En je ziet het elke dag in de krant voorbij komen. Alexander Pechtold zei gisteren, mijn hoogste doel voor de verkiezingen van 2017 is een uitslag voorkomen zoals die in Amerika. Nou, dat vind ik een vrij laag doel om de politiek voor in te gaan. Want het is niet de armoede uitroeien in Nederland, die er nog steeds is. 17% van alle kinderen groeit op in armoede. Het is niet de kloof tussen arm en rijk verkleinen. Het is niet de energievoorziening groen maken, zodat we niet meer afhankelijk zijn van dictaturen die ons de olie leveren. Dat zijn doelen. Dat zijn antwoorden op reële problemen waar mensen zich mee kunnen identificeren, waar ze zich achter kunnen scharen. Zolang die antwoorden vanuit die kant niet komen, dan is het enige aantrekkelijke alternatief, de moslims hebben het gedaan. Daar moeten we dus absoluut voor waken. Ik dank je wel. Ja, bedankt. Dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, de grenzeloze wereld. Maar vind je het zelf ook niet enorm utopisch klinken? Laat ik het zo zeggen. Zeker in het huidige tijdsgewricht, waarin, zoals je inderdaad uitlegt, de grenzen steeds duidelijker zich aftekenen, steeds meer, waarin dan een Trump juist de polarisatie wint op alle vlakken. Hoe kun je dan nog echt geloven in een grenzeloze wereld? Geloof jij daar echt in? Jazeker. En utopisch, mensen die correspondent vooruitgang Rutger Bregman wel eens lezen, die weten dat utopieën niet iets vies zijn, maar iets noodzakelijks. We moeten veel meer leren denken in utopieën. En utopie heeft de smaak van onhaalbaar. Ja. Maar zo'n beetje alle vooruitgang waar wij trots op zijn, en dat is nogal wat,
waren ooit precies dat, utopieën. De afschaffing van de slavernij was een utopie. De democratie was een utopie. Vrouwenkiesrecht was een utopie. De hoeveelheid, het feit dat je, ik bedoel, het is nog maar 200 jaar geleden dat mensen, wat was het, gemiddelde leeftijd van 45, 46, ja. 47 haalden. Nu worden we 2 keer zo oud. Et cetera, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal ooit, dat werd allemaal ooit als een utopie beschouwd. Dus ik zie geen enkele natuurlijke of morele of filosofische of sociologische reden waarom een wereld zonder grenzen onmogelijk zou zijn. Sterker nog, je kunt het heel simpel gewoon visualiseren. Bij wijze van spreken gewoon, als je de aarde fotografeert van uit de ruimte zoals die is, dan is hij dat al. Bij wijze van spreken. Dus hebben het blauwdruk hebben we al. Maar we hebben daar in het verleden wel een hoop op gevochten met elkaar. Ja, zeker. Maar we boeken ook wel vooruitgang. Ik bedoel, Europa is, op allerlei manieren. En mensen die in de zaal zitten die nog veel beter kunnen herinneren hoe 1945 eruit zag, weten precies wat voor een gigantisch verschil dat is geweest. Europa is een bijna wonderlijk, bijna utopisch wonderbaarlijke bewijs van vooruitgang. Ik zelf, mijn moeder komt uit Slowakije. Toen nog Tsjechoslowakije, is daaruit gevlucht. Mocht 20 jaar het land niet in. Uiteindelijk is het uiteengevallen. En ik kan me nog goed herinneren, toen ik een jaar of 10, 11 was, gingen wij altijd met mijn moeder naar haar familie in Slowakije terug. En dat deden we altijd met een kofferbak vol hele basale spullen, want die waren daar niet. Dus koffie, wasmeel, kaas, dat soort dingen, kon je daar niet kopen. En als we daar dan eenmaal zo'n beetje waren, dan was het altijd hetzelfde riedeltje, namelijk de grens. Ja. En daar stond je letterlijk 8 uur. En dan werd elke auto gecontroleerd door mensen met zulke mitrailleurs in hun handen. En mijn vader, Amerikaan, dus een grote mond, die is ooit gaan klagen. Ja, dit is echt. Die is ooit gaan klagen dat het zo lang duurde en toen werden we teruggestuurd. Oké. Okay. Nu gaan we daarheen en er is geen grens. Je hoeft nergens op te wachten en de winkels liggen vol. En in plaats van dat mijn tante, die verpleegster is, de zus van mijn moeder, 50 euro omgerekend per maand verdient ze nu 800. Nog steeds niet veel, maar wel veel meer dan vroeger. Ja. Dat is niet dat, ja, als je dat nog maar 20 jaar geleden had gezegd, ja, hoe realistisch is dat? Maar het is wel gebeurd. Dus ik vind hoog mikken is het begin van net iets minder hoog eindigen, maar dan ben je tenminste wel verder. En als je al laag mikt, wat zo ongeveer elke politieke partij in Nederland die een alternatief moet bieden voor populisme waar we nu ons allemaal druk om maken, die doet dat. Die mikt zo laag mogelijk. Ik zou echt niet, eigenlijk is de enige uitzondering erop is de Partij voor de Dieren. Hè? Ja. Maar ik zou eigenlijk los van die partij geen enkele partij weten waarvan ik denk, ja, zo in die vooruitgang of die utopie kan ik geloven. Want die hebben ze niet. Dankjewel. Nogmaals, graag een hartelijk applaus. Ik ben Tineke Strik, universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit, lid van de Eerste Kamer. En hulde voor de gemeente Nijmegen. Ik zie de burgemeester niet meer, maar hulde. Voor het in het zonnetje zetten van het Hof voor de Rechten van de Mens. Het is een instituut waar we zo ongelooflijk veel aan te danken hebben. En die in een benarde positie verkeert. Enerzijds omdat het bijna bezwijkt onder de hoeveelheid klachten die het moet behandelen. Anderzijds omdat ze nogal veel kritiek te verduren krijgt. Nog niet eens zozeer van de grote mensenrechtsschenders waar de klachten vandaan komen, maar vooral ook van andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk. En helaas doet Nederland daar ook regelmatig nog een schepje bovenop. Al is het de laatste tijd wat rustiger. Ik heb een speciale band ook met Hof voor de Rechten van de Mens, durf ik wel te zeggen, omdat het Hof voor de Rechten van de Mens de hoeksteen is van de Raad van Europa.
En ik ook het Nederlands parlement mag vertegenwoordigen in het parlement van de Raad van Europa. En wij zouden niks zijn zonder de interpretaties die het Hof geeft aan het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Kijk, parlementariërs, wij maken rapporten over, ik doe dat veel, over migratiesituaties in Turkije, in Griekenland, op de Middellandse Zee. Wij roepen op tot het stoppen van schendingen van mensenrechten. Maar dat kunnen we veel geloofwaardiger doen, omdat wij ons kunnen beroepen op uitspraken van het Hof voor de Rechten van de Mens. Dus mijn grote dank, nu maar even naar Egbert Meijer, voor ook het lef wat het Hof toont en niet zwicht voor de kritiek van de landen die vinden dat het maar een toontje lager moet zingen. Nou, en daarom heb ik mijn praatje in het teken gesteld van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het verdrag als levend verdrag. Een verdrag is natuurlijk geen statisch iets. De betekenis die het krijgt hangt ervan af welke interpretaties eraan wordt gegeven. En als het goed is, dan verandert dat steeds. Het reageert feitelijk, in dit geval het Hof, reageert feitelijk op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Wie wordt er beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? De eerste 40 jaar dat dat verdrag bestond, tot 1989, was het zo dat het verdrag was voor burgers van verdragsstaten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dus van de Raad van Europa, en dat is veel groter dan de Europese Unie. Daar zit ook Rusland bij, Turkije bij, alle Oost-Europese landen zitten daarbij. En mensen die daar woonden in die landen, die konden ervan op aan dat hun overheid hen niet die rechten mocht schenden die in het verdrag staan. Een heel belangrijk recht wat in het verdrag staat is artikel 3. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Logisch zou je denken, maar zo logisch is het niet. En het heeft al heel veel burgers, mensen echt geholpen dat dit verbod bestaat. Het was dus lange tijd, 40 jaar lang, een verplichting op het eigen grondgebied. Leden mochten, verdragsstaten mochten het zelf niet schenden. Maar in 1989 gebeurde er iets bijzonders. En de zaak Soering tegen Koninkrijk is een, ja, zoals we het noemen, landmark decision. Echt een doorbraak in die jurisprudentie. Wat was het geval? Dat was een Duitse meneer, of die eigenlijk als jongen al in Amerika was gaan wonen. Hij kreeg daar een relatie met een Canadese jonge vrouw. En het vervelende voor hen was dat de ouders van die vrouw die relatie helemaal niet zagen zitten. En de heer Soering had daar zijn eigen oplossing voor. Hij vermoordde zijn schoonouders. En dat kwam hem natuurlijk duur te staan, dus hij vluchtte snel naar Europa, naar het Verenigd Koninkrijk. En het Verenigd Koninkrijk wilde hem uitleveren aan Amerika voor de bestraffing voor wat hij gedaan had. Want dat was natuurlijk niet niks. Maar Soering zei, zijn advocaat zei, ja luister eens, als ik word overgedragen, dan krijg ik niet alleen wellicht de doodstraf, maar dan word ik eerst in death row geplaatst, de dodengang, jarenlang. En dat is een onmenselijke behandeling. Nou ja, daar moest het Hof voor de Rechten van de Mens zich over buigen. En die zei uiteindelijk van ja, inderdaad, dat kan betekenen dat als Verenigd Koninkrijk hem uitlevert, dat hem dan een onmenselijke behandeling te wachten staat. En dat mag het Verenigd Koninkrijk niet doen. En dat was voor het eerst dat het niet zozeer alleen was dat de landen zelf zich er niet aan mochten schuldig maken, maar ook mensen niet in de situatie moesten brengen dat ze ergens anders aan die onmenselijke behandeling zouden kunnen worden onderworpen. Dus u begrijpt het al, sindsdien doen asielzoekers een beroep op het Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat ze zeggen, als ik word uitgezet, als ik word teruggestuurd, dan is mijn leven niet zeker of word ik onmenselijk behandeld. Kent u ze nog? Lijkt alweer heel lang geleden. Dit is zo ongeveer 20 jaar na het arrest Soering. En in tijden van nood leer je vrienden kennen. Zij wisten elkaar goed te vinden. Want ze hadden elkaar wel nodig. Gaddafi kon wel geld gebruiken. En Berlusconi wilde af van de illegale migranten die vanuit Libië de Middellandse Zee overstaken naar Italië. Daar hadden ze hun eigen oplossing voor bedacht.
De migranten die de zee opkwamen, die werden onderschept door Italiaanse kustwacht, die ze overbracht in hun eigen schepen, in het ruim stopte. Die mensen die zagen de Italiaanse kustwacht en dachten, hé, we zijn veilig geworden, naar Italië overgebracht. Maar wat gebeurde er? Die boten gingen linea recta terug naar de Libische kust en toen de mensen uit het boot kwamen, uit het ruim, zagen ze dat ze weer terug waren bij af. In ruil daarvoor kreeg Gaddafi 5 miljard euro. En dat kon hij voor mooie andere dingen inzetten. Uiteindelijk gingen mensenrechtenorganisaties die mensen weer zoeken. En zeggen van, volgens mij zijn jullie rechten geschonden. Want Libië was op dat moment verre van veilig voor vluchtelingen. Ze werden in detentie gestopt. Daar werden ze gemarteld. Ze werden in de woestijn gedumpt. Ze waren hun leven niet zeker. Nou, daar moest het Hof zich dus weer over buigen. En Italië zei, ja, maar luister eens, ze waren niet in het territoriale water van Italië, ze zaten op de volle zee. En daar geldt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens natuurlijk niet. Want wij kunnen alleen maar ons aan die regels houden in ons eigen land. Nou, daarvan zei het Hof, dat is iets te makkelijk. Dat is iets te makkelijk omzeilen, want je had effectieve controle over die mensen op volle zee, ook al was je op volle zee. Dus jij had macht over die mensen en je hebt ze teruggestuurd naar Libië. En je had kunnen en moeten weten dat het daar niet veilig voor ze was. Je hebt ze niet individueel onderzocht of dat wel veilig en verantwoord was om ze terug te sturen. En daarom is dit ook een landmarkzaak, want toen werd duidelijk voor alle landen dat je dus, ook al ben je buiten je eigen landgrenzen, je nog steeds aan die mensenrechten gehouden bent. En dat je mensen dus niet van daaruit mag verder sturen. En je kunt zich voorstellen dat dat steeds belangrijker wordt naarmate wij met andere landen samenwerken op het gebied van vluchtelingen. Ja. En landen, verdragsstaten, niks menselijks is hun vreemd, zou je zeggen. Die zoeken naar manieren om die verplichting dan toch weer te omzeilen. Wat deed Italië onmiddellijk? Italië zei van, nou weet je, dan gaan wij voortaan maar niet meer zelf controle uitoefenen over die mensen. Dan gaan we de Libische kustwacht wel trainen en geld geven, zodat zij die mensen onderscheppen en terugsturen. Ja, dan hebben wij geen macht meer erover. Wat er verder ook gebeurt is Spanje, daar was het al 10 jaar daarvoor, speelde dat veel vluchtelingen door Afrika reisden en vanuit Mauritanië en Senegal naar de Canarische eilanden gingen. Die landen kregen plotseling te maken met heel veel asielzoekers, net zoals je nu bij in Lesbos ziet. En daar besloot Spanje niet om zelf mensen terug te sturen, maar om Senegal en Mauritanië te betalen. Om daar te surveilleren voor de Noord-Afrikaanse kust. De Spaanse kustwacht zit daar ook op die boten. Maar zeggen van ja, wij adviseren slechts. Dit is echt onder de macht, onder de controle van derde landen. Van Mauritanië en Senegal. En die zijn natuurlijk niet gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En je ziet daar ook landgrenzen. En daar kom ik nu. Melilla en Ceuta, zoals u weet, zijn daar Spaanse enclaves op het vasteland in Marokko. En ook daar ziet u wat daar ook gebeurt, landgrenzen. Hekken. Spanje heeft daar 3 rijen hekken geplaatst en zegt dat buitenste hek, dat is geen Spaans grondgebied meer, dat is Marokkaans grondgebied. Dus als mensen daar op het hek klimmen, zijn ze niet in Spanje. En als ze dan om asiel vragen, zeggen van ja, maar je bent nog niet bij ons, dus kunnen we je niet helpen. Spanje is daar niet alleen in. Wat je inmiddels ziet is dat de landgrenzen van de Europese Unie op alle plekken eigenlijk nu van een hek zijn voorzien. Bij Spanje, Turkije, Griekenland, Hongarije. Calais wordt hier ook nog aangemerkt als een soort grens, wat dat natuurlijk ook is. En dat betekent dat vluchtelingen krijgen geen visum om te vluchten. Vluchtelingen moeten illegale middelen vinden om uiteindelijk het grondgebied van Europa te bereiken, kunnen dat niet meer via land sindsdien. Wat doet de Europese Unie nog meer? Het doet veel meer dan hekken plaatsen. Wat het doet is het visumbeleid strenger maken. Je moet dus toestemming krijgen in het buitenland al om naar Europa te reizen en dat wordt moeilijker. Wat ze ook hebben gedaan is vervoerders, denk aan luchtvaartmaatschappijen vooral,
verantwoordelijk maken voor de overkomst van mensen die niet de juiste papieren hebben. Dus u kunt, moet aan denken, bijvoorbeeld KLM, die, op een, zeg maar, die mensen toelaat om in een vliegtuig in Nigeria, om eens iets te zeggen. Die moet zelf checken of mensen wel echt de juiste papieren hebben. Als daar iemand tussen zit die zegt, ja, maar ik wil asiel, dan zal KLM zeggen van, ja, dat durf ik niet te wagen, want als het niet zo is, dan krijg ik 10.000 euro boete en dan moet ik je terugnemen, dus ik ga je niet meenemen. Sorry, maar daar kan ik niet aan beginnen. Dus je legt eigenlijk de verantwoordelijkheid bij een private sector. Terug in overnameovereenkomsten worden nu heel veel gesloten met niet alleen met de herkomstlanden, hè, dat ze gevraagd worden of gezegd worden van je moet je eigen burgers terugnemen als ze illegaal zijn geworden, maar ook transitlanden. Dus alleen landen waar mensen doorheen zijn gereisd, die worden verantwoordelijk gemaakt voor het terugnemen van die mensen als ze in Europa illegaal zijn. Je kunt zich afvragen waarom zouden landen dat doen. Ze hebben geen verplichting om dat te doen. Nou ja, omdat er iets tegenover staat. Bijvoorbeeld handelsvoordelen, visa voor de eigen burgers, gewoon geld, financiële programma's, noem maar op. Zo zie je dat die terug- en overnameovereenkomsten met steeds meer landen worden gesloten. Wat gebeurt er dan als gevolg? Die transitlanden, met name de buurlanden van Europa, die gaan hun eigen grenzen verder afgrendelen om te zorgen dat ze voor zo min mogelijk migranten verantwoordelijk kunnen worden gemaakt door de Europese Unie. Dus het wordt moeilijker om ook die landen zelf in te reizen. Ze sluiten zelf terug- en overnameovereenkomsten af met hun buurlanden, zodat ze, als ze migranten moeten overnemen, ze meteen weer terug over kunnen dragen naar andere landen. Wat is natuurlijk het gevolg voor de vluchtelingen? Ze stranden in die landen. En vaak is er dan onvoldoende toegang tot bescherming. Dat is niet goed geregeld. Er worden wel wat programmaatjes betaald, maar in heel veel opzichten is daar een gebrek aan goede asielprocedures en bescherming. Laat staan een leven kunnen opbouwen. En al met al worden de routes voor vluchtelingen dus duurder, gevaarlijker en langer. Deze, kent u deze nog? Eentje van hen is inmiddels ook alweer verleden tijd, hè? Davutoglu. Die moest een hoge prijs betalen voor de onderhandelingen met Turkije. Die is alweer weg. De EU-Turkije-deal. Wat hield dat in? Dat weet u waarschijnlijk allemaal, heeft u wel meegekregen, denk ik. Asielzoekers die in Griekenland komen, we zagen net die mooie film, worden teruggestuurd naar Turkije. En voor elke teruggestuurde Syriër neemt Europa er eentje over. Een andere, de andere wordt voor straf onder een lijst gezet. Turkije krijgt straks visumliberalisatie voor de eigen burgers als ze aan de voorwaarden voldoen. En krijgt 6 miljard euro voor opvang van de vluchtelingen. Dat is nog een beetje in de beloningssfeer, zou je kunnen zeggen. De EU-Turkije-deal is natuurlijk verre van gelukt, zou je kunnen zeggen. Mensen worden nu niet teruggestuurd, ook omdat Griekse rechters zeggen van ja, maar luister, Turkije is geen veilig land voor de meeste vluchtelingen. Dus die weigeren het terugsturen en verder zijn de relaties tot op een nulpunt, vriespunt wel gedaald met de Europese Unie. Toch wordt het een beetje alom als een succesverhaal gezien. In ieder geval iets wat gekopieerd gaat worden. Er zijn trust funds voor Afrika. En het idee is nu, we gaan niet langer, we gaan met risicolanden compacts afsluiten. Met veel landen in Afrika, het Midden-Oosten, Afghanistan, Iran. En dan gaan we niet alleen maar meer met belonen werken. Nee, we gaan ook met straffen werken. Dus van more naar less for less. En dat betekent dat als een land niet zou willen samenwerken, meewerken, nou ja, dan gaan we korter op het OS-budget, krijg je geen handelsvoordelen. We gaan alle beleidsvelden die we hebben in Europa daarop inzetten om hen te bewegen, toch hieraan mee te werken. Gevolg, migratie verdringt alle andere Europese doelen. We hebben nog wel wat meer dingen die we willen in de wereld, hè, zoals ontwikkeling van landen, de rechtsstaat opbouwen in verschillende landen, de handel bevorderen. Dat wordt allemaal ondergeschikt gemaakt aan het feit dat wij de illegale migranten willen kunnen overdragen of de illegale migratie stoppen. Bij bestraffing moet je voorstellen als een land niet meewerkt en wordt daarvoor bestraft,
Ja, dan wordt dat land en ook de burgers in dat land juist minder geholpen door de Europese Unie. En het cynische zou zijn dat er misschien dan alleen maar meer mensen weer gaan vluchten, omdat er te weinig daar aan opbouw wordt gedaan. Ja, en dat roept dus heel veel dilemma's op, vind ik zelf, deze ontwikkeling. De verantwoordelijkheid komt zo alleen maar meer te liggen bij de fragiele regio's in de wereld, die al veel meer verantwoordelijkheid dragen dan wij. De mensenrechten daar zijn niet gewaarborgd. En de vraag is Europa niet op een of andere manier aansprakelijk? Kan die niet aansprakelijk worden gehouden voor als vluchtelingen door dit beleid, door die afspraken, stranden ergens en geen recht op asiel krijgen? Of misschien wel worden teruggestuurd naar hun eigen land? Staan wij dan helemaal gevrijwaard van een soort van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid? Help Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wat kunnen we daaraan doen? Er is geen effectieve controle, daar zijn we al lang van weg. Maar misschien is er wel een soort van oorzaak en gevolg, waardoor wij toch aangesproken zouden kunnen, of in ieder geval moreel gesproken moeten. Levend verdrag, ja, heeft het verdrag hier ook een antwoord op? Als die verantwoordelijkheid verhuist, hè, door middel van het verhandelen, bij wijze van spreken, verhuizen dan ook die mensenrechten? En als dat niet zo is, wat kan het Hof er dan aan doen om die mensen te beschermen en om ons ook niet de verantwoordelijkheid te laten ontlopen? Dat zijn mijn dilemma's. Ik weet niet of we er vanavond uitkomen, maar dank voor de aandacht. Hartelijk dank, Tineke Strik. Wij zijn al bijna toe aan de pauze. Maar in die pauze zal ook muziek worden gemaakt. Dus ik nodig graag Salma en Jabber Fayyad uit om voor ons te komen spelen. Dus ga zitten. Dan heb ik ook nog een korte vraag. I said before you start playing your music for us. How are you doing? We're trying to cope here and to find our way. You have been here for how long now? 1 year. 1 year. Yeah. 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 And could you tell me what you're going to play for us tonight? Do you want to tell them? About? Yeah. Yeah. Hi. Hello. For me, I'm doing good. I'm happy here. Yeah. And we will play music from Syria and one song from Lebanon and from Egypt. Also, I would like to play like instrumental solo. This is the only one we have like instrumental piece from Syria. Thank you. Okay. مساء الخير means خدي عافند استمنسن and I think Minsen and people should live without borders. I really know and exactly what borders are because I was there with Jaber like a lot of people. I was crossing the borders walking from country to country, and we crossed the sea by the rubber boat. I like to call it a dead boat because we were about to die. As Syrian and Arab people, but Syrian especially now and Palestinian, have a lot of problems with borders because they need visa to go everywhere. They can't go. If they want to go on vacation somewhere, they simply can't. I know what borders are because I can't go to Tunisia tomorrow. I'm invited to a conference, but I didn't get a visa just because I'm Syrian. And I have something to do tomorrow in Tunisia, but they didn't reply positively. I'm a little bit touched because of the movie and sad a little bit. I will try to perform well. But the best thing was that I crossed the borders with Jaber, and he makes everything easier and happier. Yeah.
This song is about loss and when the beloved has gone, she only left her flowers and her smell. ¡Hola!
بالي قالوا لي كن وانا رايح جنة حبابي يما يما نار بروس الجبال نار بروس مالك
Solo with Jaber. Wat fijn dat je er bent. Jouw documentaire loopt als een soort rode draad door deze avond. Ja. En we hebben niet heel lang om erover te praten. Daarna gaan we ook weer verder kijken, gaan we hem afkijken. Ja. Maar ik heb wel een aantal, denk de meest voor de hand liggende vragen. En ook wel mooi om mee te beginnen. Ja, waarom ben je deze documentaire gaan maken? Was jij toevallig op Lesbos of dacht je toen... Hier moet ik iets mee? Ja, nou, ik ben fotograaf en altijd heel veel op reis geweest voor allerlei organisaties.
En zoals UNICEF en CARE. En daar kon ik altijd wel mijn verhaal in kwijt. Maar ik had ook altijd te maken met belangen, zoals fondsenwerving. En daaruit is de behoefte ontstaan om eigen projecten te maken. Waarin ik eigenlijk meer de nuance belicht dan de extremiteiten die we hebben in de wereld. En eigenlijk zonder het nieuws te ontkennen, heb ik heel erg de behoefte om daar wat meer aan toe te voegen. Dus ja. Zoals nu op Lesbos hadden we natuurlijk te maken met heel veel vluchtelingen. En ik heb heel erg de behoefte om eigenlijk de boodschap uit te dragen van hoe is het nou als we gewoon misschien wat meer met elkaar praten in plaats van over elkaar. Ja, en we zien verschillende mensen voorbij komen. Hebben bepaalde mensen misschien nog contact na dat gesprek ook? Ja. Dat ze echt nader tot elkaar gekomen zijn? Ja, nou ja, kijk, iedereen is natuurlijk tijdelijk vluchteling. Dus alle mensen die je in de film hebt gezien, die zijn ondertussen allemaal in Duitsland aangekomen. Ik ben ook met iedereen in contact. En een aantal mensen zijn ook nog steeds met elkaar in contact. Bijvoorbeeld Selma en Hoesam. Selma is met de korte broek en Hoesam is de jongen, zeg maar, die op die twee stoeltjes zitten. Ja. Die zijn nog steeds hele dikke vrienden. Zij heeft hem ook geholpen met papieren vertalen en zo. En vier van deze mensen in de film hebben ondertussen nu een verblijfsvergunning voor 5 jaar gekregen in Duitsland. En anderen wachten nog steeds. Ja. Ja. Maar ze zitten niet meer op Lesbos. Nee, dus en deze mensen zitten ook niet meer ergens in Europa te zwerven. Die hebben allemaal hun plek nog niet gevonden, maar wel wel op de bestemming aangekomen. Maar van één vrouw leek het te zijn alsof ze echt pas net op het eiland was aangekomen, een dag. Ik bedoel, hoe ontmoet je haar? Iedereen? Ja, iedereen. Iedereen was daar een dag? Ja, sommigen echt een paar uur. En die krijg je dan op zo'n bankje of op zo'n stoel? Ja. Ja, nou, ik zeg maar, dit is echt een productie geweest van afdelingen Houtje Touwtje. En dat was ik eigenlijk. Dus ik stond echt in een korte broek. S'morgens wekking ook met de Corendon-vlucht mee naar Lesbos. En ik zat dus in het hotel. S'morgens bij het ontbijt aan mensen te vragen van, we zijn bezig met een project. En zou je mee willen doen? En als mensen dan mee wilden doen, dan zeiden ze van, nou, dan komen we je vanavond om 6 uur ophalen. En dan, want we hadden dan wel allemaal bankjes uitgezocht op het eiland. En de vluchtelingen zaten op dat moment allemaal op een soort parkeerplaats. Daar moest iedereen bij elkaar komen, omdat daar bussen kwamen die de mensen naar Mytilini brachten, de hoofdstad van Lesbos. En dat was echt 80 kilometer verderop. En dan moest je over een heel bergpad, dus dat kon je helemaal niet lopen. Ja. Dus eigenlijk zat iedereen daar gewoon te wachten, want soms duurde het 2 dagen voor de bus kwam. Ja. Ik had natuurlijk een Arabische vertaalster bij ons. We hadden Riem bij ons, die uit Libanon komt, maar sinds 10 jaar in Nederland woont. De liefde heeft haar daar gebracht. Dus zeg maar, ik ging steeds met Riem, gingen wij steeds naar de parkeerplaats om gewoon te kletsen met mensen. En uiteindelijk te vragen, zou je het leuk vinden om met ons mee te gaan en een gesprek aan te gaan. Ja, en heb je ook nog heel erg rekening gehouden met, nou ja, voor hoever dat, voor zover dat kan in zo'n korte tijd, van zij moet met hem in gesprek bijvoorbeeld. Of ik wil die twee, wil ik met elkaar in gesprek hebben, want ik heb het idee dat daar iets kan ontstaan. Nou, wij wisten dus ook helemaal niks van de mensen. Dus wij zetten ze op het bankje neer en je gaat zo direct ook nog horen wie eigenlijk deze mensen zijn en wat zij deden in in Syrië, wat voor beroep ze bijvoorbeeld hadden. En dat wisten wij ook niet. Dus wij stonden ook gewoon achter de camera ook een beetje verbaasd over het verhaal. We hadden helemaal geen tijd om te kasten. Er zitten wel een soort vaste vragen lijken erin te zitten. Een aantal vaste vragen. Nou, wat we dus zeiden tegen mensen was, bankje, daar stonden 3 camera's omheen. Dat zie je ook een beetje. En we zeiden van, ga gewoon lekker met elkaar kletsen. Je krijgt ongeveer 1.5 uur. Wij gaan ook niks zeggen. Als je denkt, wat zal ik nou weer zeggen? Dan liggen er vragenkaartjes tussen jullie in en dan kun je een vragenkaartje pakken. Als je een vragenkaartje pakt, dan moet je die vraag altijd allebei beantwoorden. Dat was eigenlijk de enige regel. En het waren vragen die je over de hele wereld kunt stellen. De vraag, wat was je eerste gedachte toen je vanochtend wakker werd? Die kan ik aan iedereen hier stellen, maar ook in India of in Amerika, maakt niet uit waar. Dus zeg maar, zo hebben we het gedaan. Ja. Ja, dus dan niet vragen over uithuwelijking bijvoorbeeld. Nee. Die kwam bij ons ook gewoon vol zo vloef. Ik weet nog dat ik mijn oortjes in had en dat ik dacht, en zo direct komt er nog eentje. Die ook zeer onverwacht was, die kan ik nog niet vertellen. Maar we wilden mensen echt vrij laten in hun gesprek. En wat je dus ook ziet, dat is ook wel handig, want je denkt, de ene spreekt Arabisch, de andere spreekt Nederlands. Mensen hadden dus een oortje in.
En onze riem, zeg maar, dus de Libanese vertaalster, die zat 35 meter verderop. Dat moest, want anders gingen mensen zo met elkaar praten. En als de riem vertaalde, dan ging iedereen zo naar riem kijken. Dus ja. Riem moest achter een boompje zitten. Maar riem vertaalde dus steeds continu, on the spot. En in de film hebben we natuurlijk de wachtmomenten. Soms zie je ze nog een beetje. We hebben ze ook al een beetje erin gelaten. En is ook absoluut geen geheim. Maar de wachtmomenten hebben we er tussen uitgesneden. Maar het was dus zo dat mensen met elkaar konden praten. En soms moesten ze even wachten, want dan kwam de vertaling binnen. Net als bij de VN, zeg maar. Dan zitten mensen ook ja. Altijd zo. Ja. Ja. Hoe reageren mensen op deze documentaire? Of ja, wat wil je er precies mee brengen? Ja. Want het verbaast mij niet heel erg dat mensen op het moment dat je ze zo op een bankje plaatst, zoals wij trouwens nu eigenlijk ook zitten. Ja, heel gek, normaal zit je nooit op een bankje. Ja, dat is wel zo grappig. Dat het dan wel wat wordt. Zeker als je nog wat fijne vragen voor achter de hand. En dan de kans dat ze naast elkaar zitten. En dan, hè, ze zeggen ook, wat zie je er lief uit of zo. De kans ja. Dat ze dan zeggen van, nou, ik vind jou een beetje bozig eng gezicht. Dat je doet wel je best. Ja. Dus de kans dat ze bij elkaar komen is gewoon heel groot. Maar waarom vond je het dan toch belangrijk om deze film zo te maken? Wat is jullie boodschap? Je hebt het samengemaakt. Ja, onze boodschap is eigenlijk. Kijk, je ziet dat twee mensen bij elkaar komen. En misschien van een aantal mensen in de film denk je ook wel, nou, denk jij nou echt zo? Want ik schat jou anders in. Dus de film laat je heel erg eigenlijk, zeg maar, aan de gang gaan met je eigen gedachten. Van hoe is het als ik daar zou zitten en zou die persoon het echt menen of niet? Wat wij gewoon heel erg merken, en daarom willen we nu heel misschien ook wel deze film gewoon in Nederland gaan maken. En mensen hier ook een soort meer met elkaar laten praten. Ik was er al over aan het nadenken, maar sinds afgelopen week denk ik opeens van, oh, ik heb haast, dus ik moet het snel maken. Nogmaals, zeg maar, we zijn allemaal zo gewend om elke avond naar het nieuws te kijken. En we hebben het idee dat we zo ontzettend veel weten. Maar wat weten we nou eigenlijk over elkaar? En ik denk ook echt dat die bankjes die we overal zien staan, die staan daar gewoon niet voor niks. En we gebruiken ze eigenlijk veel te weinig. Ja. Ja. Het is eigenlijk veel simpeler dan je denkt. Volgens mij moeten we terug naar het niet weten. Televisie uitzetten soms. Ik ontken het nieuws niet. Want ik vind het heel belangrijk dat we het nieuws zien en horen. Maar we moeten niet vergeten dat we... Nou ja, dus je zegt eigenlijk, we moeten proberen er meer van uit te gaan dat we eigenlijk niets weten of niet genoeg weten. Ja. En met andere mensen gaan praten en er dan achter komen hoe het in ieder geval in hun geval werkelijk zit. Ja, je hebt niet de vluchteling en je hebt niet de bouwvakkers. En je hebt niet daar zitten allemaal individuen in. Van iemand, ik heb heel veel in vluchtelingenkampen gewerkt en gefotografeerd. En mensen vroegen altijd van, wat voor mensen zitten daar dan? En toen heb ik daar een keer een stuk over geschreven. En het was echt, nou, er zitten ontzettend lieve mensen. Er zitten enorme aso's. Er zitten eikels. Er zitten mensen die heel veel humor hebben. Er zitten mensen die geen enkel grapje begrijpen. Er zitten... Noem het maar op en het zit daar. Het zijn net zoveel individuen als je hier hebt in de zaal. En hè, in het nieuws proberen we steeds iets te duiden. Dan is er weer iemand, is er een asielzoeker die iemand heeft aangerand. En dan opeens lijkt het net alsof dat voor die hele groep hoort. Maar dat vind ik toch altijd een heel raar mechanisme. Hoe we dat toch proberen steeds, een groepsduiding te vinden. En die moeten we gewoon, wat mij betreft, moeten we die loslaten. Ik word ook graag als individu gezien. En ik denk dat dat voor iedereen zo geldt. Ja. Oké. Okay. Bedankt. Ja, en, graag gedaan. Bedankt. En dan gaan we daarna verder kijken. Naar de rest. Ja. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik moet hier toch wel een klein beetje van huilen. Dat weet ik niet, maar het raakt toch wel. Ja. Ja. Heeft u soms dan ook het gevoel dat u, mochten deze mensen inderdaad uiteindelijk, dat u daar ook voor doet? Want ze zeggen altijd, hè, het werd al genoemd, de toga, de neutraliteit. Het is een bepaalde, alsof het afstandelijk is, maar waar komt dat idee? Klopt dat idee wel? Bent u niet juist enorm betrokken, ook bij individuele mensen? Het gaat over individuele zaken ook. Ik ben 8 jaar rechter geweest in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Sorry, lukt die? Ja. Ik ben 8 jaar rechter geweest
in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En ik ben in Nederland zelf ook rechter geweest daarvoor. Raakt het je? Het stomme is dat een van de dingen die je als rechter gewoon moet leren, is om vooral ook een heleboel van je af te kunnen zetten. Ik heb zo ontzettend veel meegemaakt, dat als ik thuis kwam in elk geval, dan moest ik het weer bijna van me afzetten, want anders dan zou het ook niet vol te houden zijn. Ja. Omdat je helemaal in zo'n Europees Hof voor de Rechten van de Mens heel veel ellende ziet die langs je komt. En soms ook hele gekke dingen. Ja. Ja, dus dan is het misschien wel belangrijk om dat ook op afstand te houden. Dat ja. moet je wel. Dat moet wel. Rechters ja. zijn eigenlijk hele saaie mensen, zeg ik maar. Nee, dat is echt waar. Ja, Tineke, dat is ook waar, dat weet je best. Nou ja, de vraag die wij volgens mij hier op het bankje op moeten pakken, is de vraag die ons door Tineke Strik is gesteld aan het einde, namelijk, als de verantwoordelijkheden verhuizen, verhuizen dan de mensenrechten mee? Niet de mensenrechten, zeg ik nu maar, die door het Hof toegepast moeten worden en beschermd. En dat is een misschien heel teleurstellend antwoord, maar dan moet ik even iets uitleggen over hoe dat Hof in elkaar zit. En ook dat er twee instanties zijn in Europa, dat heb je kunnen zien. Het is de Raad van Europa en de Europese Unie. De Raad van Europa, 47 landen. En de Europese Unie, 28, nu 27 als Engeland weg is. Overigens, die 27 zitten ook allemaal bij de Raad van Europa. Maar de Raad van Europa gaat over onder meer mensenrechten. Ja. En de Europese Unie is waar er rechtstreeks beslissingen genomen kunnen worden die ook belangrijk zijn voor vluchtelingen. Vreemdelingen, wat dan ook. Waar het met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om gaat, en dat is even heel kort, maar dat moet gewoon om het neer te zetten. Ja. Dat is het volgende. Er was na de Tweede Wereldoorlog de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, waarin werd gezegd, dit zou er in elk geval minimaal in de wereld aan mensenrechten gehandhaafd moeten worden. Dat was een verklaring. En een verklaring, dat is juridisch gezien niet meer dan, zeg ik altijd tegen mijn studenten, ik hou van je. Zonder dat je gebonden bent om er ook mee te trouwen. Maar er staat in de Universele Verklaring, laten we proberen op regionaal niveau en op wereldniveau om die rechten die we hier hebben neergelegd ook neer te leggen in verdragen en een verdrag. Dat betekent, we maken nu een afspraak. Ja. En op regionaal niveau betekent dat dat in Europa als eerste al in 1950 is gezegd, dit zijn de rechten waar je ons als land aan mag houden. Dat is dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. Je moet wel eerst naar je hoogste eigen rechter zijn gegaan, maar naar deze rechten, daar mag je ons aan houden. En wij beloven dat we die rechten die we nu hebben geformuleerd, dat we die zullen geven aan iedereen die zich op ons grondgebied bevindt. Dus ook aan mensen die geen burger zijn van Nederland of van een van die andere landen. Daar mag je ons aan houden. En ze gingen zover, en dat was heel uniek, om te zeggen, niet alleen mag je ons eraan houden, maar we zijn zelfs bereid om een instantie in het leven te roepen, een internationale instantie, een hof, waar mensen persoonlijk mogen klagen als zij vinden dat het op nationaal niveau niet is gegaan volgens de belofte. Ja. Als zij vinden, Nederland of een ander land heeft zich niet aan die belofte gehouden. Dat hof, wat er is gekomen, er zijn nu 47 landen, dat wil zeggen, er zijn ook 47 rechters. Ieder land heeft één rechter, maar niet namens dat land, maar voorgesteld ooit door dat land. Dus één rechter voor Monaco, één rechter voor Rusland, één rechter voor San Marino, eentje voor Duitsland. Niet vergelijkbaar met het kiesmannensysteem. Nee, dat wou ik even zeggen. Ja. Dus je hebt 47 rechters die behandelen al die klachten. Maar die rechters die hebben als taak twee dingen. Het toepassen en het interpreteren, dat staat uitdrukkelijk zo in dat verdrag, van die mensenrechten zoals die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staan. Dus het Hof kan niet zeggen van, eigenlijk zou de wereld er zo uit moeten zien, dat gaan wij dan maar even opleggen. Want zo werkt het niet in democratie, in de rechtsstaat of wat dan ook. Zo werkt het niet. We hebben nou net
de wetgevende macht. Tineke is daar een voorbeeld van. We hebben de uitvoerende macht. En we hebben de rechtsprekende macht. En dat evenwicht moet er blijven. Dus het Hof kan niet maar zeggen van... eigenlijk zouden wij als persoon ook nog dit willen doen of dat willen doen. Wat we wel kunnen doen, is interpreteren. En Tineke heeft daar een voorbeeld van gegeven net in haar voordracht. Er staat bijvoorbeeld in dat Europees verdrag... gij zult niet aan iemands leven komen. Dat zul je zelfs beschermen. Gij zult iemand niet onmenselijk behandelen. En daarvan heeft het Hof op een gegeven moment gezegd... ja, dat moeten we in die zaak Seuring... dat moeten we inderdaad niet alleen maar zeggen van... Nederland moet dat in Nederland doen. Maar als Nederland van plan is om iemand te sturen naar een land... waarvan je zeker weet dat hij daar gemarteld wordt... dan mag dat niet. Ja. Want dan heeft Nederland door iemand te sturen naar zo'n land waar gemarteld wordt... die kan niet als een handen zo wegdoen en zeggen van... nou jammer, ja, daar hebben we niks meer mee te maken. Dus ja. Dat is je verantwoordelijkheid over de grens heen. Maar het Hof kan op zich niet meer doen dan interpreteren wat in dat verdrag staat. En in dat verdrag, het is even een lang verhaal, maar dan heb ik het plaatje geschetst. In dat verdrag, daar wordt niet met zoveel woorden, zoals in de Universele Verklaring nog wel gebeurt, gezegd van mensen hebben recht op asiel. Dat staat er zelfs niet in. Nee. Er staat in, je mag niet onmenselijk behandeld worden. Je hebt recht op een familieleven. Je hebt recht op godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting. Minder, minder, minder. Ik heb vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, al die dingen, die zie je allemaal in dat verdrag staan. En het Hof heeft in de zaken die voor het Hof aan de orde kwamen... gezegd van, dat passen we ook toe op vreemdelingen. Met als hoofdregel, ieder land heeft het recht om zelf te controleren... wie ze wel en niet willen opnemen in hun land. Je mag reguleren wie er al dan niet in je land komt... Maar, dat is het andere, je hebt er wel voor te zorgen dat iemand niet voor lijf en leden heeft te vrezen als je hem ergens anders heen stuurt. Ja. Als iemand in Nederland is en je zou hem terug moeten sturen naar Syrië, Somalië, Afghanistan, delen van Irak, forget it, want dat is te gevaarlijk. En dan heb je er niet alleen voor te zorgen dat ze bij een rechter moeten kunnen vragen... van hé, mag ik een vergunning? Maar dat ze in elk geval hangende die uitspraak van de rechter moeten blijven. En eigenlijk ook dat ze recht hebben, zeker in die eerste fase... op wat andere mensen wel eens gekscherend hebben genoemd... bed, bad en brood. Ja. Ja, want je kunt iemand niet zonder eten laten. Maar om je te vertellen hoe moeilijk het soms is... ik herinner me gewoon een van de honderden zaken die we hebben gehad... over die zaak met die bootvluchtelingen hier, Siyama... Daar was ik ook een van de rechters die in elk geval mee heeft gedaan. En toen werd ik, omdat ik reserve was... en dan ging niemand van mijn collega's dood, moest ik weer weg. En dat heb je dan. We hebben altijd een paar reserves voor het geval dat... En ja, iedereen vond het zo interessant. Hoeveel rechters zitten er dan op één zaak? Dit was zo'n belangrijke zaak, er zitten er 17. Zo. Plus 3 plaatsvervangers, want u ziet, we hebben wat grijs... Ja, dan ga je wat eerder dood. Dus voor alle zekerheid doe je dat. 3, ja. Nou ja, altijd 3. Ja. Nee, er is... Maar een voorbeeld even. We hebben op een gegeven moment een zaak gehad. Wel meerdere zaken. Waar iemand zei van... Ik ben seropositief. Ik heb aids. En nou willen ze me uitzetten naar mijn land van oorsprong. Waar het verder helemaal niet gevaarlijk was. Maar daar hebben ze niet die prachtige medicijnen die jullie allemaal hebben... Dus als ik uitgezet word, dan, dan heb ik die medicijnen niet meer. Ja. En daarom moet ik kunnen blijven. Als je zo'n zaak hebt, hè, en je zou zeggen van... hé, ja, dat betekent dat iedereen die aids heeft... en hier zich in Nederland meldt, of in een van die andere 46 landen van de Raad van Europa... dat die moet kunnen blijven, omdat die de medicijnen daar niet zou kunnen krijgen... Dan gaat alles kapot. Dus dat hebben wij opgelost door te zeggen dat alleen in very exceptional circumstances, als iemand al bijvoorbeeld heel lang in Nederland is geweest, medicijnen heeft gehad, en dan ineens op het laatst teruggestuurd moet worden, dat kan je niet maken. Ja. Maar soms moet, dat wou ik maar zeggen, soms moet het Hof zelfs in zijn interpretatie
denken aan praktische consequenties. Ja, en die very exceptional circumstances kunnen dan natuurlijk ook weer geïnterpreteerd worden. Dus op het moment dat het Hof dat heeft gezegd, dan kan het Hof dat ook verder doen. Ja. Want een van de belangrijke dingen in het hele systeem is, als het Hof zegt, nee, dit heeft het land wat is aangeklaagd fout gedaan, dan moet het land ervoor zorgen dat het weer goed gemaakt wordt. Gebeurt dat altijd? Dat gebeurt in de huistuin- en keukenzaken altijd. Maar daar gaan we even niet over dat vreemdelingenrecht hebben. Er zitten bijvoorbeeld in hele, hele politiek gevoelige zaken wil het land nog wel eens zeggen van forget it. En het punt is dat het Hof kijkt zelf niet naar de executie van de arresten van het Hof. Ja. Ik ga lekker Tineke kijken, de politici. Want het is zo leuk om af en toe de schuld daar te kunnen leggen, hè, in die trias politica. Het zijn de ministers van Buitenlandse Zaken, in de praktijk hun ambassadeurs, die samen moeten beoordelen, hebben jullie wel voldoende gedaan om je iets aan te trekken van het Hof? Maar in de praktijk betekent het, als bijvoorbeeld in de tijd dat ik rechter was, hebben we een zaak tegen Nederland gehad over Somalische vluchtelingen. Heeft geweldig veel ophef veroorzaakt. En wij hebben gezegd van nee, de Raad van State ziet het fout dat mensen die uit Zuid-Somalië komen, gevaarloos, zonder dat ze voor hun lijf en leden hebben te vrezen, teruggestuurd kunnen worden. Dat mag niet. Dat betekende dat vanaf dat moment inderdaad voor alle vluchtelingen uit Zuid-Somalië er iets lag waar alle 47 landen van de Raad van Europa zich aan moesten houden. Ja. Dat gaat dus heel ver. Ja. Ja. U gaf heel duidelijk aan eigenlijk dat dit verdrag niet gaat en dus ook het Hof niet gaat. In principe gaat het niet over vluchtelingen per se. Nee. Het gaat over mensen. Het gaat over die rechten die in dat verdrag staan. Ja. Hè? Dus leven, niet martelen, geen dwangarbeid. De rechten die je hebt als je van je vrijheid wordt beroofd. Eerlijke berechting, geen terugwerkende kracht van een strafvervolging. Privéleven, dan ga ik even door. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vakbond, het recht om te huwen. Zullen we één grap tussendoor gooien? Ik heb één keer een zaak gehad dat iemand kwam bij ons vertellen van, luister eens, ik klaag erover, ik ben nu zo en zo oud, ik heb nog steeds niet de goede vrouw gevonden. Kunt u Italië niet veroordelen om mij te verschaffen een vrouw van liefst 26, liefst blond, intelligent, maar niet al te veel. Nou, dat zijn dingen die we dan laten liggen. Maar dat is dan tot aan het Europese Hof gekomen, die zaak? Nou, we hadden hem waarschijnlijk ook kunnen afdoen op dat hij niet bij de hoogste nationale rechter is geweest. Maar we dachten van, oké, die moet gelijk kort bij de beentjes worden afgehakt. Ja. Dat doen we dan ook wel. Ja. Over de grens is de titel van deze avond. Dus ik wil toch ook weer terug, denk ik, naar de vraag. Ja. Dus er is een grens. Er is een grens om Europa heen. Voort Europa misschien wel. En voor wie het gelukt is om daar binnen te komen, proberen we dat verdrag na te leveren. Ja. Voor de mensen daarbuiten niet. Tineke Strik die probeerde daar een beetje aan te morrelen, die grenzen een klein beetje te verleggen. Ja, is het dan misschien onrechtvaardig om te zeggen, inderdaad, hier ligt die grens. Hier geldt het verdrag. Dit is een regionaal verdrag voor de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Er is ook een verdrag in Zuid-Amerika. Er is ook zo'n verdrag in Afrika. Alleen die gaan minder ver allemaal dan dat Europees verdrag. Die heeft een veel grotere... Nou, het Amerikaans gaat ook nog best ver. Het zijn regionale verdragen, maar het is nooit de bedoeling geweest van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om te zeggen van, wij gaan via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de eerlijkheid in de hele wereld bevorderen. Ja. Daarvoor is dat verdrag niet. Nee. Daarvoor zijn andere dingen die nodig zijn. Dan moet je... Je hebt op Verenigde Naties niveau heb je de asielverdragen op basis waarvan men op een hele andere manier kan zeggen van, ik wil asiel hebben. De moeilijkheid is dat het Europese Hof aan de ene kant verder heeft geïnterpreteerd dan
in die asielverdragen soms staat, verdragen soms staat. Dat te vrezen moet er voor lijf en leden. En dan ook voor iedereen, zelfs de grootste oorlogsmisdadiger, zelfs de grootste terrorist, heeft het recht om niet teruggestuurd te worden naar een land waar hij onmiddellijk of zij onmiddellijk doodgemaakt zou worden. Ja. Te vrezen heeft voor lijf en leden. Daar gaat het Hof zelfs verder in die beoordeling. Maar en het Hof heeft net zo als andere dingen, als andere instanties, dat het zegt, als er geen angst te vrezen valt voor lijf en leden, dan moet het blijkbaar zo zijn dat je om economische redenen komt. Sorry, dan heeft ieder land het recht om te zeggen, nee, ik wil jou er niet bij hebben. Dat is gewoon een hoofdregel in het hele systeem. Een land mag, door de grenzen die het heeft, bepalen wie er wel en niet in het land komt. Alleen, ik herhaal mezelf, het Hof heeft gezegd wie te vrezen heeft en al in Nederland is of in een van die andere landen, die mag niet uitgezet worden. En daarnaast heeft het Hof ook een aantal uitspraken gedaan rond het vreemdelingenrecht, die te maken hebben met, zoals dat heet, gezinshereniging. Want ik zei al, een van die andere rechten is het recht op privéleven, familieleven. En het mag niet zo zijn dat als iemand toegelaten is en heeft minderjarige kinderen in het land van herkomst, dat je zegt van, sorry, maar jij hebt het geluk gehad om hier te komen, maar die minderjarige kinderen van jou, die moeten maar bij oma blijven. Ja. Ik ben wel benieuwd of dit nu, komt dit niet ook onder druk te staan, ook door de politieke situatie, grote vluchtelingenstromen, dat er dan meer druk op het Hof komt om niet met uitspraken te komen, waardoor bijvoorbeeld... Het Hof is tot wanhoop soms van allerlei politici gelukkig nog steeds heel autonoom en doet waarvan het Hof denkt dat het moet gebeuren op basis van de taakomschrijving. En die taakomschrijving, ik herhaal, dat is toe te passen en te interpreteren. Alleen, daar mag je niet te ver mee gaan. Je kunt niet op de stoel van de wetgever gaan zitten. Dat is nu eenmaal in onze trias politica aan een andere instantie overgelaten. Ja. Dus de opmerking van Stef Blok en Dijkhoff over dat het Hof, dat het bijna politici in toga werden op momenten, daar verzet u zich wel tegen. Ja, want kijk, voor ons is het woord dat een rechter een politicus in toga is, dat zou al een scheldwoord zijn. We hebben een toga. Maar wij doen dat dan binnen de grenzen van de wet. En dat in de tijd van de heer Rosenthal als buitenlandse zakenminister er wat andere politici waren, zoals de toenmalige fractievoorzitter Stef Blok en het toenmalig Kamerlid Dijkhoff, die vonden dat Straatsburg, het Straatsburgse Hof, zich te veel bevond op de stoel van de wetgever. Daarvan zeg ik van nee, forget it. Dat is gewoon niet waar. Echt niet waar. Ja. Bent u trots, blij met de penning? Voelt het een beetje als... hoe voelt dat eigenlijk? Ja, ik kreeg hem zelf niet. Een beetje. Ik moet zeggen dat het Hof heeft een aantal jaar geleden de internationaal grote waardering gekregen van de Four Freedoms Award. Dat is een award die in 2010 is uitgereikt, die inderdaad uitgereikt werd daarvoor aan mensen op het niveau van Nelson Mandela. En dat was een heel groot eerbewijs. Het hele grappige is dat dit 6 jaar later, voor zover ik weet, de tweede keer is dat het Hof een internationale prijs kreeg. En dat gebeurt weer in Nederland. En daar ben ik alleen als Nederlander al behoorlijk trots op. Het is goed dat het Hof af en toe ook te horen krijgt van wat is dit mooi geweest? Wat is dat goed? Want ik heb 8 jaar de mooiste baan van de wereld, zeg ik maar even, gehad. Zo heb ik dat echt diepgaand gevoeld. Maar het was niet altijd makkelijk.
Ja, maar misschien hoeft dat ook wel niet, toch? Makkelijk. Soms is het ook wel eens leuk om eventjes het makkelijk te hebben. Nee, als je moet verweren. Als je moet verweren tegen onterechte aantijgingen. Doe eens wat minder en ga eens wat dimmen. Ik weet niet hoe dat in het Engels heet, maar dat is wel datgene wat mij. You'd better dim. Ja. Zo heet het niet. Zo heet het niet. Dan zeg je van, dat is gewoon jammer. En die mevrouw Theresa May, toen zij aantrad, toen werd er in bepaalde kranten gezegd dat dit een May Day was. En dat snap ik wel een beetje. Theresa May heeft op 25 april van dit jaar, ik heb het bewaard omdat ik het gewoon te gek vond, dat was nog voor de Brexit-discussie, heeft zij gezegd, het echte probleem in Europa is niet de Europese Unie, het echte probleem is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En waarom heeft ze dat gezegd? Omdat het Hof bijvoorbeeld tegen Engeland had gezegd, je mag zelfs de meest gevaarlijke terrorist niet uitleveren aan een ander land als je zeker weet dat hij daar gemarteld wordt of als je zeker weet dat er daar de meest vreselijke dingen gebeuren. Zelfs de meest, ik heb het al eerder gezegd, zelfs de grootste schurk heeft er recht op dat mensenrechten gehandhaafd worden voor die mensen. Ja, ik wil u hartelijk bedanken voor dit gesprek en u nogmaals, al heel veel feliciteren, hartelijk feliciteren met de prijs, de 18e, waar u niet bij bent, maar ik ben er niet bij. Toch een beetje. Jammer. Ja. Dank. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. Dit is dus het is voorbij. Het is bijna voorbij. De openingsavond van het Blinde Vlek-programma. Er is nog theater, er zijn nog films. En ik wil u graag op één programma-onderdeel de aandacht vestigen. Het is namelijk zo dat de Lampedusa, een boot waarop daadwerkelijk allerlei vluchtelingen Europa bereikt hebben, die is hier. Zaterdag kunt u nog met die boot op en neer over de Waal. Wat is daar interessant aan, zult u zich misschien afvragen. Nou, al is het maar om te ervaren hoe het moet zijn geweest op die boot. Volgens Nederlandse regels mogen er op de Lampedusa 12 mensen. Daar hebben 282 mensen op gezeten. Dus als u dan met de boot over de Waal vaart, probeert u dat dan voor te stellen. Mocht u sowieso het niet zo op boten hebben. Omdat u vaarangst heeft, dat kan, of zeeziek wordt. Er is nog een andere manier om dat te proberen in te beelden, hoe dat is. Om 4 uur hier op het Marienburg, dus naast Lux, is er een soort een bijeenkomst, een manifestatie, om je daar nog wat van bewust te maken. Daar is de boot uitgetekend. Iedereen wordt uitgenodigd om daar naartoe te komen. Stap in de boot en ervaar, dat is het idee. Dus dan gaan jullie allemaal daar ergens binnen de lijntjes staan. Proberen daar met z'n 282 tussen te komen. Dus niet alleen maar door te kijken naar dingen, maar ook door te doen, proberen we het te hebben over mensen, mensenrechten in Europa, vluchtelingen, blinde vlekken. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw aandacht en ook al onze sprekers, de filmmaker, de fotografen van de foto's die we allemaal hebben gezien. En de muziek, laat ik de muziek niet vergeten. Enorm bedankt dat ze er waren. Jammer dat ik ze even in de verkeerde taal toesprak. Volgens mij heb ik nu iedereen gehad en natuurlijk alle organisatoren, betrokken organisaties en u. Fijne avond.